En toen liep ik op zondagavond of maandagavond langs het kantoor van Johan. De hele redactie zat vol. En toen bulderde die over de dingen, zodat iedereen het uiteraard hoorde. Van Egmond! Ja, en toen kwam ik binnen. Dan zat hij met dat blaadje. Wat is dit? Ik zei, ja, geen idee. En wat moet ik hiermee? Michel van Egmond, van harte welkom bij Kopstukken vanuit Hofman Utrecht. Dankjewel. Heb je er lang over nagedacht of je aan zou schuiven of vind je het wel leuk om geïnterviewd te worden? Ik heb er niet zo heel lang over nagedacht. Ik heb even Hugo Borst gebeld, want jij vertelde mij, of jij mailde mij geloof ik, dat Hugo Borst ook meedeed. Ja. Maar eerlijk gezegd was het een beetje een misverstand, want toen belde ik Hugo. Ik zeg, ja, ik kreeg een mailtje van een jongen uit Utrecht en moet ik dat doen? Eigenlijk doe jij er ook aan mee? Ja, hij zegt, ik doe er ook aan mee. Hij zegt, dat is een of andere student geloof ik of zo, dus dan moet je altijd, studenten moet je altijd aan meedoen. Ik zeg, oké, dan doen we dat, maar je bent helemaal geen student. Nee, ik zie je bent eigenlijk een beetje ingeluisterd. In een super professionele tv-studio ben ik beland. Ja. Maar prima, leuk. Ik vind dat wel leuk om over het vak te praten, want dat is de bedoeling toch? Ja, dat is de bedoeling inderdaad. We gaan het hebben over het vak en we gaan het hebben over jou als maker. Als je kijkt naar jezelf, wat is dan het eerste wat naar boven komt, zeg maar, op werkgebied? Op werkgebied? Hoe zie je jezelf? Als iemand die probeert te leven van de pen en daardoor op zoek is naar goede verhalen. Dat is het eigenlijk. Dus dat betekent dat je op zoek moet naar dingen om over te schrijven. En daar ontwikkel je een soort antenne voor als het goed is. Want daar ben je als journalist ook altijd mee bezig. Altijd op zoek naar je volgende verhaal. Dus zo zie ik me wel mezelf. Iemand die is of aan het schrijven of aan het zoeken naar een nieuw verhaal om over te schrijven. Of een nieuw onderwerp. Ja, want wat ik eigenlijk bedoel is, je bent geen klassieke sportjournalist. Je hebt meer een soort antropologische visie, zeg maar, toch? Op het vak. Ja, klinkt een beetje interessant, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik ben niet een sportjournalist in de zin. Ik voel me ook eigenlijk helemaal niet nu meer een journalist, want ik schrijf nauwelijks meer voor een krant of voor een tijdschrift. Ik maak eigenlijk alleen nog maar die boeken. Maar ik heb het natuurlijk wel lang gedaan. Maar ook toen ik het deed, voelde ik me niet echt een klassieke journalist in de zin op zoek naar nieuws of ben ik ook helemaal niet goed in, ben ik ook niet echt in geïnteresseerd. Dus het klopt wel dat ik heb altijd, vooral bij het schrijven over voetbal, heb ik eigenlijk de focus niet zozeer gelegd op wat er op dat veld gebeurt, op die groene mat, maar meer om wat er omheen gebeurt. En dat vind ik eigenlijk interessant. Interessanter dan het spel zelf. Hoe gebruik je je eigen karakter in je werk? Nou ja, het is onvermijdelijk dat je je eigen karakter gebruikt. Dus je doet dat niet bewust. Daar kan ik zelf geen zinnig woord over zeggen, hoe mijn karakter mijn werk beïnvloedt. Dat is eigenlijk één. Er is bij mij niet zo'n hele grote scheidslijn tussen de privépersoon en de professional, zal ik maar zeggen. Dat loopt allemaal een beetje door elkaar. Ik ben als schrijver dezelfde als wanneer we samen in de kroeg zouden zitten. Ja, precies. Nou, laat ik dan Henk Spaan aan halen. Die zegt, hij is aanwezig zonder al te veel zichtbaarheid. Ja, ja, ja. Henk zei dat, ja. Dat was een soort kwaliteit van mij om onzichtbaar te zijn, ja. Nou, maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ik ben niet iemand die, ik hoef niet zo nodig op de voorgrond, denk ik. Ik ben wel iemand die graag observeert en die de dingen op zijn beloop laat. Ik ben niet iemand die snel zal ingrijpen of zo. Ik ga ook niet, als je het hebt over boeken of over verhalen die ik heb gemaakt, ik ga zelden met een vooropgezet plan ergens heen. Ik probeer er altijd heel erg open ergens heen te gaan. Eigenlijk gewoon met het idee van kijken wat er gebeurt en dat zo goed mogelijk opschrijven. Dat is eigenlijk in twee zinnen wat ik doe. Ja, en je kunt urenlang naar slap gelul luisteren, heb je al gezegd. Ja, daar ben ik wel achter gekomen dat de kwaliteit van mij is. Dat ik kan heel lang naar dingen luisteren waarvan ik al weet dat ik er niks aan heb voor mijn boek. In de hoop dat er na 3 uur slap gelul inderdaad 1 zin komt waarvan ik denk, ja, die moest ik hebben. En dat merk ik wel omdat ik ook wel eens met mensen samenwerk. Met mijn eigen vriendin onder andere. En dan merk ik, dat is echt een interviewer. Antoinette Schilderman is mijn vriendin, haar vak is interviewen. En dat was wel leuk toen we samen een project hadden, dat ik dus merkte dat zij wil echt als interviewer gelijk naar de kern. Zij weet waarvoor ze komt, ze gaat zitten met een hoofdpersoon en ze begint die te ondervragen op een hele goede, maar wel klassieke manier. En ze weet wat ze wil hebben en ze gaat net zo lang zitten peuren totdat eruit komt. En ik ga gewoon ergens heen, ik ga gewoon ergens zitten en ik zie wel wat er gebeurt. En als er vandaag niks interessants gebeurt, dan kom ik gewoon morgen weer terug. En als er dan niks gebeurt, kom ik overmorgen weer terug. Dat is meer mijn manier. Dus veel meer rust eigenlijk. En veel meer investeren. Ja, veel meer de dingen op zijn beloop laten. Dingen beschrijven zoals ze gebeuren. En dus niet de regisseur willen uithangen. Geen dingen beïnvloeden. Maar gewoon kijken wat er. Ja, goed kijken, goed luisteren. En dat zo goed mogelijk opschrijven. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja, je kijkt vaak naar kleine dingetjes. Of bepaalde dingen vallen jou op die anderen misschien niet opvallen. Of die ze niet zo bijzonder vinden. Ja. Ik las ook dat je van jongs af aan al heel snel mensen kon imiteren, maar in ieder geval vooral de manier waarop ze praten. Nou, dat is wel, op, dat, dat,
ben natuurlijk wel vaker over geïnterviewd en daar ga je dan over nadenken. En dat klopt wel, dat is een soort familietik of zo. Ik denk wel dat meer families dat hebben. Wat ik vooral met mijn vader had, dat we zien snel bij mensen, ontdekken we bijvoorbeeld wat hun stopwoordje is. Of we ontdekken snel een eigenaardigheid. Of een rare gewoonte. Of een gewoonte die wij althans als raar opvatten. En dat achteraf redenerend denk ik dat mijn schrijven wel beïnvloed heeft, ja. Dat we altijd wel oog hadden, mijn vader ook, altijd wel oog voor eigenaardigheden van mensen. Want die triggers voor jou zijn altijd iets kleins, hè? Dat Wim Kief zegt dat hij in ieder hotel van Amsterdam geslapen heeft. Omdat hij dan fijn vindt het idee dat er iemand naast hem, onder hem, boven hem ligt. En bij Rob Jansen was het feit dat je hoorde dat hij geen computer had. Terwijl hij dan wel deals sloot van de miljoenen. Hij had nog nooit ge-e-mailed, zei hij. Ja. Hij wist ook niet hoe het moest en hij was ook niet van plannen te leren. Toen dacht ik, hoe kan je nou in godsnaam 6 spelers om in een weekend verkopen voor 20 miljoen zonder dat je kan e-mailen? Ja. En dan ben ik gewoon nieuwsgierig, dan wil ik dat weten. En dan ga ik naartoe, afgesproken. En dan komt er meer, dan gaat hij meer dingen vertellen. En dan denk je, wat een interessante gozer. En neemt je mee. En ik heb hem natuurlijk ook een beetje. Soms wil ik ook een wereld beschrijven die een beetje verborgen blijft voor het grote publiek. Dat vind ik altijd interessant, een beetje in de coulissen. Ja. En daar heb je iemand nodig die jou daar brengt. En dat was voor mij Rob Jansen natuurlijk ook. Ja, je komt uit de kappersfamilie. En je zei, er zijn 2 soorten kappers. Je hebt kappers die zelf lullen en kappers die luisteren. Ja. En jij bent echt de laatste of de latere categorie, zeg maar. Als ik kapper zou zijn geworden, god verhoede dat er nooit is gebeurd. Dan denk ik, ik weet niet. Kijk, er zit ook een grens aan kunnen luisteren naar gelul. Het moet wel een soort van doel dienen. Ik kan goed naar gelul luisteren, omdat ik weet dat dat erbij hoort. Ik heb me erbij neergelegd dat mijn manier van werken bij het maken van die boeken is vrij arbeidsintensief. Ik steek er gewoon heel veel tijd en energie en uren in. Dus maar dat kan ik opbrengen, omdat ik weet, een beetje uit ervaring, dat als je dat maar lang genoeg volhoudt, levert dat iets op. Maar om nou als kapper naar slap gelul van de buurvrouw te gaan zitten luisteren de rest van mijn leven, dat zou ik minder goed kunnen opbrengen. Dus het is allemaal wel, dat luisteren naar dat gelul, dat heeft ook wel iets. Het is ook een praktisch iets. Ik weet gewoon dat dat erbij hoort. Mensen gaan niet gelijk hun hele hebben en houden op tafel gooien. Het komt ook denk ik een beetje voor dat de filosofie die je hebt, dat je niet zo goed, of dat je niet zozeer moet luisteren naar wat mensen zeggen, maar meer moet kijken naar hoe ze zich gedragen. Ja, dat is wel, dat vind ik wel, met name in de voetbalwereld, is dat wel zo. Dat je kan je wel afvragen wat de waarde is van al die quotes die uit die mond van die voetballers en die trainers rollen. He, vaak zijn het gewoon flagrante leugens. Vaak zijn het zulke leugens die zo zijn ingeburgerd dat het niet meer opvalt. Dus elke zondagavond zien wij wel een spits op de televisie die 3 keer heeft gescoord. En die dan tegen de verslaggever zegt, nadat de verslaggever heeft gevraagd, ben je blij? Dat hij dan zegt, nou nee, het belangrijkste is dat het team heeft gewonnen, dat we 3 punten hebben. En wie die doelpunten maakt, dat maakt niet zoveel uit. Dat horen wij bijna elke zondag. Elke zondag is dat een leugen. Wat vind je daar dan van? Nou, moet ik erg om lachen. Hm. Ik denk, wat heeft dat voor zin? Weet je wel, wat een gek iets is dat. En waarom pikken we dat dan steeds met z'n allen? Nou, kennelijk is daar behoefte aan. Bovendien is er gewoon een contract tussen degene die wedstrijden uitzendt. Die moet gewoon 2 spelers van de ene partij en 2 van de andere partij interviewen. Ja. Heel asjournalistiek iets trouwens, maar goed. Dat is weer een ander verhaal. Maar dus ik huldig een beetje het standpunt dan dat hoe mensen zich gedragen, het zegt vaak veel meer over ze dan die woorden die uit hun mond rollen. Je bent zelf ook vrij veel geïnterviewd. Vaak ook noodgedwongen omdat je natuurlijk een boek te promoten had. Als je nu terugkijkt op al die interviews, wat vond jij dan zelf bijvoorbeeld een goed interview? Wat vond je een fijn interview? Ik ben bijvoorbeeld wel eens geïnterviewd door, hoe heet hij nou, de jongen, Bob heet hij van zijn voornaam, Bob Dijkgraaf. Ik weet niet eens meer waar het voor was, volgens mij voor een website of zo. Dat vond ik een heel goed interview. Want die had zich heel goed voorbereid. Die had het boek ook gelezen waar we over spraken. Dat scheelt ook altijd wel. Ja. Wat altijd scheelt is als je ziet dat mensen zich voorbereid hebben. En dat ze erover nagedacht hebben. En dat je ook tegenover iemand zit die geen genoegen neemt met de vaste antwoorden en zo. Dat is altijd wel uitdagend ook voor degene die geïnterviewd wordt. Dat je niet steeds hetzelfde plaatje kunt afdraaien. Jezelf kunt herhalen. Ja, ja. Want het is misschien wel aardig, je zei net in het voorgesprek dat we kort voor deze aflevering hadden, dat Bert van Marwijk, dat je op een gegeven moment op de bank lag en Bert van Marwijk werd geïnterviewd. En dat je hem opbelde en zei, alle vragen die jou gesteld werden, daar wist ik de antwoorden al op. Ja, en toen zei hij iets heel interessants, wat ik nooit meer ben vergeten. En toen zei hij, heb jij je wel eens afgevraagd hoe dat komt? Hij zei, dat komt namelijk omdat mij per dag 500 keer dezelfde vraag wordt gesteld. En is het mijn taak als trainer om dan 500 keer een origineel antwoord te bedenken? Ja, dan ontstaat er een soort automatisme. Dan denk je, oh, dan hebben we die vraag weer. Dan geef ik gewoon dat antwoord en zijn we er vanaf. Onbewust gaat dat.
Dus ik heb daar wel begrip voor. Dat is hartstikke lastig. Wat wordt het meest aan je gevraagd? Nou, zijn jullie vrienden geworden? Vragen mensen, dat vind ik heel opvallend. Dat vragen ze bijna altijd. Zijn jullie vrienden geworden? Waarom dat interessant is, weet ik niet. Ze vragen altijd over de kappersfamilie. Schijnt ook interessant te zijn dat iedereen in mijn familie kapper is. Dat soort gekke dingen. Ja, dat ja, en wist ik niet over... voordat ik me ging inlezen, nee. Zeg maar. Dat is... En altijd over geld. Het gaat bij mijn interviews bijna altijd over geld. Binnen 2 minuten hoor ik je zeggen persgebieden. Ja, dat doen soms ook wel eens mensen. Dan denk je van, nou, dit was nou een leuk interview, weet je wel. Dat ging niet over dat geld. En op het eind gaat het weer wel over geld. Dus ja, dat vind ik wel opvallend. Hoe denk je dat mensen jou zien? Geen idee. Ja, wat bedoel je met mensen? Nou, ligt eraan of de mensen die mij kennen. Er is natuurlijk een verschil tussen of mensen die mij kennen persoonlijk... of mensen die alleen mijn hoofd kennen. Ik heb geen idee. Mensen mij zien. Dat is leuk, want ik ben even de straat op gegaan. In welke stad ben je geweest? Ik ben in Utrecht geweest. En ik moet zeggen, ik ben natuurlijk een auteur. En auteurs zijn natuurlijk iets minder bekend. Dus we moesten wel iets harder zoeken dan normaal gesproken. Ja. Het zou wel leuk zijn als er gewoon 30 mensen voorbij komen die zeggen, ik heb geen idee wie dat is, die man. Ja, nou, die gaat er nu achter komen. Deze meneer, weet u wie dat is? Is dat Jaap van Dissel? Nee. Ik denk dat hij dat niet leuk vindt. Is die jonge Jane. Of zo ziet hij er uiteindelijk uit als het voorbij is. Nee. Doet hij mee met de Boer zoekt vrouw, denk ik. Zoiets. KVB. Iets? Ja, dat is die trainer van... wat was het? Is het Cambuur? Nee, ik weet niet hoe hij heet. Ik ken zijn kop wel. Hij heeft dat accent, dat volgens mij uit Limburg, maar dat weet ik niet zeker. Die Dick Lucky. Ja, nou zie ik het. Die heeft Bokker van Wim Kieft, heeft die en nog één. Oh, Gijp, ja. Ja, dat boek weet ik wel, maar... Gijp is toch die voetballer? Ja? Ja, oké. Okay. Met die... Die ontzettend leuke lach. Ja, maar die met die drank gedoe en zo, toch? Nee, of niet? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, dat is Michel van Egmond. Oh, Michiel van Egmond. Ja, dat ken ik wel. Die heb ik gelezen. Ja, die werkte eerst voor VI. Nou ja, wel een goed boek. Ik heb Gijp gelezen, Kieft. En volgens mij heeft hij ook over Boskamp een boek geschreven. En Topshow. Nou, ook allemaal goede boeken. Dat heeft hij allemaal geschreven. Leuk vent. Prima. Ik had altijd vroeger altijd een column in de VI met René van der Gijp. Dat was altijd wel leuk. Uitsmijter. Kon er wel om lachen. Ik heb Topshow gelezen, volgens mij. Kieft. Een stukje, maar vond ik niet heel erg spannend. Na een pagina of 10 afgehaakt? Staat in de kast nog, ja. Ja? Ja. En waarom dat? Ja. Nee, ik vond het niet echt niet fijn lezen. Ik heb een stuk gelezen, toen dacht ik, ja nee, ik geloof het wel. Ik heb er 1 gelezen van Wim Kieft. Wat vond u ervan? Goed. Ik vind hem Wim Kieft trouwens toch goed. Ik vind hem geweldig. Ik heb hem half gelezen, maar ik ging laatst geen papierwerk brengen. Toen het nog mooi weer was, toen lag er 1 op de dingen. Gloednieuw. Ik denk, ja, ik neem hem maar mee. Ja, het leest lekker weg, weet je wel. En natuurlijk, als Gijp iets vertelt... Hij schrijft het volgens mij precies op de manier hoe Gijp de anekdotes vertelt. Dus dat is gewoon, dat leest lekker weg. Nou, het leest vlot, toch? Ik bedoel, hij heeft heel veel prijzen gewonnen ook. Literatuurprijzen, alles. Het gaat goed, volgens mij. Ik denk dat heel Nederland het wel kon appreciëren. Want blijkbaar verkoopt het als een bom. Leuk. Grappig ook om te zien hoe alle verschillende lagen van de bevolking jouw boeken af en toe lezen. En ook zo'n oude vrouw die dan zegt, ja, ik heb de boek gelezen. Dat vond ik enorm verbazingwekkend. Ja, nou, en ook een hele goede trend dat ze mij niet kennen, maar wel die boeken van mij. Ja. Dat bevalt me ook wel. Word je veel op straat aangesproken? Niet echt veel. Ligt eraan welke kringen je een beetje begeeft. In de regio Rotterdam ben je natuurlijk wel een bekend op gekke plekken natuurlijk wel kom je mensen tegen die erover beginnen. Wat ik altijd hartstikke leuk vind. Waar maakte je mediadebuut? Bij de Zoetermeerse Courant. Bestaat nu niet meer. Dat was een, hoe noem je dat, een kopblad denk ik van de Haagse Courant. Dus de Haagse Courant kwam uit in de regio Den Haag uiteraard. En in zeg maar een soort deelregio's had je dan weer een krant die werd ingevouwen. Delftse Courant, Westlandse Courant, Zoetermeerse Courant. Dus daar heb ik mijn debuut gemaakt toen ik 17 was. Toevallig heb ik door corona, dan gaat iedereen zijn huis opruimen, ik ook. Kwam ik dus, ik denk een maandje geleden, het papiertje tegen van mijn allereerste wedstrijdverslag wat ik moest schrijven. Als proefverslag. En er stond een knijter van een spelfout in de kop. En toch ben ik aangenomen. En wat stond er dan? Wat heel veel zegt over mij, maar ook over die krant. En wat stond er dan voor spel? Ik had het woord gemakkelijk verkeerd geschreven.
Te gemakkelijk eigenlijk. Ja, ja, ik heb dat papiertje ingeleverd. En kennelijk konden ze niemand anders vinden. En mocht ik een week later beginnen. Vond je het meteen leuk? Ja, nou, ik vond het verbazingwekkend. Dat je dus het ene op het andere moment de telefoon kon pakken. Namens dat rare krantje iemand kon bellen. Die je helemaal niet kende. En diegene voelde zich dan verplicht om antwoord te geven op al jouw vragen. Dat vond ik echt verbazingwekkend. Het was een soort macht van het medium, ja, zeg maar, meteen. Heel vreemd gewoon, want ik dacht bij mezelf, ja, gisteren werkte ik nog niet voor de krant. En nou zou jij de telefoon niet eens opnemen. En nu. Dus ik vond het gewoon een magische wereld. Alles vond ik er gewoon magisch aan. Dat ik op zondagavond iets zat te tikken en dat dan mijn vader op maandag de krant uit de bus haalde en daar stond het, gedrukt. Ik kon er gewoon met mijn hoofd niet bij. Mm. Ik dankte God al op mijn blote knieën dat ik daar medewerker kon zijn. En ik geloofde helemaal niet dat ik het in me had om in de journalistiek überhaupt een carrière te maken. Ik probeerde het wel. Maar ik had niet het idee dat ik de kwaliteiten zou hebben om ook maar iets te presteren in dat vak. Was het eerste serieuze verhaal dat je maakte het verhaal over Jozef Kieprits? Voor zeg maar de ontwikkeling een beetje van mijn stijl en ook voor mijn zelfvertrouwen. En dat verhaal is daar eigenlijk cruciaal in geweest. Dus ik schreef, ik denk dat het zo halverwege de jaren 90 of zo is geweest. Ik schreef voor de Feyenoordkrant. En op een gegeven moment werd ik gebeld door Hugo Borst, die ik wel kende. Die schreef ook voor de Feyenoordkrant. Die heeft daar zijn debuut als columnist volgens mij gemaakt. Ja. In dat krantje. En die zei van ja, ik ben nu toegetreden tot de hoofdredactie van Hartgras. En we maken een special over culthelden. En zou jij niet een stuk voor Hard Gras kunnen schrijven? Want volgens mij kan je dat. En kan jij dan een stuk schrijven over Dirk Kuyt? En normaal gesproken, ik was toen ook freelancer. En normaal gesproken als freelancer ben je gewend als een opdrachtgever belt. Dan doe je gewoon ongeveer wat hij vraagt. Ja. En toen zei ik tegen Hugo, waarschijnlijk ook omdat ik hem kende. Van ja, ik wil het wel heel graag doen. Maar ik weet niet of Dirk Kuyt vind ik niet echt een cultheld. Het is meer een echte held in Rotterdam. De echte culthelden van Feyenoord. Dit is volgens mij Jozef Kieprits en Chris Guillan. En toen zei Hugo, nou dan schrijf je toch daarover, weet je wel, dan doe je dat toch, je mag doen wat je wil. En toen vroeg ik nog, hoe lang moet het zijn? Hij zegt, doe nou gewoon wat je wil. Het mag zo lang en zo kort als je wil. En dat was een soort vrijheid die ik eigenlijk helemaal niet kende. Mm-hmm. En die in het begin ook een beetje beklemmend was bij mij. Omdat je geen antwoord had of zo? Ja, ik dacht van, wat wordt er nou precies van mij verwacht, weet je wel. En toen ben ik gaan zitten en toen dacht ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Toen dacht ik bij mezelf, oké, ik zal het nu eens een keer opschrijven zoals ik het eigenlijk voel, weet je wel. Zoals ik mm-hmm. echt... Zonder na te denken, zoals ik het leuk vind, zo schrijf ik het gewoon op een keer. En dat heb ik gedaan. En ik weet nog dat ik daar heel onzeker over was, want halverwege heb ik het nog naar Hugo opgestuurd. Want ik zeg, ik ben nu al twee dagen mee bezig, maar kijk er even naar, want als je het niks vindt... Hij zei, ik vind het hartstikke leuk, ga ermee door. En toen ben ik daarmee doorgegaan, heb ik het ingeleverd. En toen werd ik op zaterdagochtend gebeld, eerst door Henk Spaan. En toen, die ik helemaal niet kende, en door Matthijs van Nieuwkerk, die ik ook niet kende. En die waren razend enthousiast. Ja. En dat was voor mij heel belangrijk. Want toen dacht ik van, oké, ik ben dus kennelijk niet de enige die het leuk vindt om het op die manier te benaderen. Een beetje met een knipoog, met af en toe iets waar hopelijk om te lachen valt, weet je, op die manier. Dus dat is voor mij heel belangrijk geweest. Maar dus eigenlijk dat doorzetten door de onzekerheid heen, zeg maar? Ja, gewoon, ja. Iemand moet je even een duwtje geven af en toe. En dat was voor jou, was dat Hugo Borst? Ja, dat is heel vaak Hugo Borst geweest trouwens in mijn carrière, als ik erover terugdenk. Hij is best wel belangrijk geweest voor mij. Maar dat was echt cruciaal. Toen dacht, en ook de reacties daarna, je levert zoiets in en dan, nou, mensen waren enthousiast erover, ik kreeg gelijk een nieuwe opdracht. En dan denk je, oké, misschien, dan begin je een beetje je toon te vinden, je eigen stem te vinden. Je bent een poosje hoofdredacteur geweest van Feyenoord Media, hoe was dat? Nou, heel interessant. Mijn hele tijd bij Feyenoord heb ik als heel waardevol ervaren, afgezien van het feit dat ik er waanzinnig leuke dingen heb meegemaakt, hele indrukwekkende dingen heb meegemaakt, de halve wereld heb gezien. Heb ik ook de indruk dat ik de club heb leren kennen op een manier die niet veel journalisten gegeven is. Namelijk best wel van binnenuit op een gegeven moment. Een paar jaar lang zat ik er wel goed in. En dan leer je de andere kant kennen. En dat vond ik heel boeiend. Alleen al het feit hoe er dus intern over sportjournalisten wordt gesproken, over voetbaljournalisten, de totale minachting ervoor. En zo. Ja, is dat zo? Dat vond ik heel leuk, ja. 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 Ik heb wat dat betreft ook heel veel geleerd van, toen ik ben voor het schrijven, heb ik ook heel veel geleerd van monteren. Ik heb een tijdje bij Feyenoord heel veel van die itempjes gemonteerd. Dan zat je een uur interviewde je Ruud Gullit en dan zei er daarna iemand van, maak er maar 3 minuten van. Ja. Nou, in het begin raakte ik totaal in paniek. Maar achteraf gezien heb ik daar voor mijn schrijven enorm veel van geleerd. Omdat je dan heel kritisch moet kijken, hoe bouw ik het op? Wat is een goed begin? Wat is een goed einde? Wat kan er allemaal uit? Schrijven schrappen, zeg maar.
Nou, schrijven is sowieso schrappen, maar schrijven is ook gewoon lef hebben. Gewoon denken van, oké, er is in zijn jeugd iets gebeurd, maar mij interesseert het toevallig helemaal geen reet. Ik schrijf het gewoon helemaal niet op. Ik vind dat saai. Ja. En dat is een vrijheid die je zelf moet... Dat heeft ook weer te maken met zelfvertrouwen, waar we het helemaal aan het begin van het gesprek over hadden. Zelfvertrouwen als schrijver, om te denken van, ja, dus misschien zijn er wel heel veel lezers die denken van, waarom schrijf je niet over dat hij op zijn 18e is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland? Ja, fuck it, dat boeit me omdat niet. Omdat het mij niet boeit. Ja. Punt. Elk moment waarop een lezer kan denken van, nou weet ik het wel. Zoals die man in Utrecht op straat, die zei na 5 bladzijden, heb ik hem weggelegd. Ja, toen zag ik dat er inderdaad ook iets kapot ging bij jou. Dan sterf ik langzaam af van binnen natuurlijk. Ik moest zijn adres ook hebben van de man, dat valt me helemaal niet. Nee, maar dat is de uitdaging, ja. Dat je zo schrijft dat je... Ja, dat je als lezer baalt dat het afgelopen is. Dat had ik dus met The Great Gatsby onder andere. Ja. Ik vond het zo goed. Ik zat zo ook in die sfeer en ik genoot er zo van. Dat ik gelijk opnieuw ben begonnen. Ja. Dan slaan we denk ik een paar stappen over. Van de Zoetermeerse Courant naar Feyenoord. Hoe kwam je bij Feyenoord terecht? Ik was freelance journalist. Ik had allemaal gekke dingen gedaan. Ik heb een tijdje de internationale windsurfers gevolgd. Over de hele wereld. Die werden gesponsord door Peter Stuyvesant Travel. En die stuurde dan journalisten mee. Dus ik zat elk jaar op Hawaii en op Aruba en weet ik veel waar allemaal. En toen was Jan D. Zwart. Dat was de hoofdredacteur bij de Haagse Courant, toch? Die was mijn hoofdredacteur en chef geweest bij de Haagse Courant. Een legendarische Feyenoord-verslaggever ook. Vroeger geweest in het Vrije Volk, in de toptijd van Feyenoord. Maar mijn oude chef. En die belde mij op een dag op en die zei, ik maak een of ander blaadje, ik weet niet eens maar wat. En ik heb reisverhalen nodig, maar ik heb geen geld om mensen op reis te sturen. Maar jij reist de halve wereld over, je bent overal al geweest. Dus kan jij niet gewoon een reisverhaal thuis maken? En dat heb ik toen gedaan. En dat beviel hem. En toen zei ik van, als je nog meer opdrachten voor me hebt, ik vind het wel leuk, ik ben freelancer, weet je wel. Toen zei hij, nou, ik begin over 2 weken een krant, 24 pagina's op tabloid formaat, alleen maar over Feyenoord. Is dat wat voor je? Wil je daar ook aan meewerken? Ik zeg, ja, waarom niet? Had jou wat met Feyenoord toen? Nou, niet echt, nee. Ik was geen Rotterdammer. Ik ben er wel geweest. Ik kwam er natuurlijk wel als kind. Ik ging met mijn vader wel naar het voetballen toe, ook naar Feyenoord toe. Ik was geen insider. Helemaal niet zelfs. Ik vond het wel interessant. Je kwam eigenlijk uit de buurt van Den Haag, dus. Ja. En toen ben ik dat gaan doen. En toen dacht ik, ja, god, over 24 pagina's over Feyenoord. Nou ja, na een half jaar zijn we wel uitgeschreven. Hè? Wat kan je erover zeggen? Nou ja, goed, ik heb het al 15 jaar gedaan. Ja. En, beetje hetzelfde wat je nu hebt met de Dik voor elkaar podcast. Ja, ja, nee, maar dat is het. Je rolt, maar dat heb ik altijd gehad. Je rolt er gewoon in, je begint eraan en dan blijf je hangen of je blijft niet hangen. En daar bleef ik heel lang hangen. Ja. Ik heb er best wel een beetje een lijn te ontdekken in jouw carrière. Die is er niet. Nee, er is ook, ik pak het kaartje er nu even bij, want je bent begonnen met de MEAO. Maar inderdaad, de Zoetermeerse Courant, de Haagse Courant, Hartgras, Esquire, Nieuwe Revue, AD Sportwereld Pro. En dan op een gegeven moment komt er ook televisie bij. Holland Sport, Voetbal International. Ja. En op een gegeven moment meer columns. Bovenliefd, Uitsmijdertje. Ja. Hoe kwam die televisie er opeens bij? Wilfried kende ik, Wilfried de Jong. Via Hartgras dan? Ja, of via voetballen geloof ik. We voetbalden in een journalistenteam in Rotterdam. Neptunus, 7-7. Afgrijzelijk, voetballen met sportjournalisten. Dat moet je nooit doen. Denk allemaal dat ze Van Basten zijn. Dus dat was wel lachen, maar toen werd ik gevraagd voor Holland Sport, voor de redactie. En dat heb ik toen gedaan. En toen kreeg ik een aanbieding van VI. Dat beviel me heel goed hoor, Holland Sport. Daar heb ik ook heel veel geleerd, ook van Wilfried. En daar was ik graag langer mee doorgegaan, maar toen kreeg ik een aanbieding van VI. Want wat voor dingen waren dat dan, die je leerde bijvoorbeeld van Wilfried? Zoveel dingen. Risico nemen in je onderwerp, gewoon durven in je onderwerpkeuze. Ook voor detail hebben, heel erg. Op het laatste moment dingen weggooien en opnieuw beginnen, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Gewoon de hele benadering, de hele invalshoek kiezen voor een verhaal. Weet je, hoe je iets kan benaderen, dat soort dingen. Maar risico nemen is dan iets op een hele andere manier doen dan dat mensen gewend zijn? Ja, en ook gewoon, ik weet nog dat we hadden toen een gesprek met de eindredacteur van Holland Sport in een café. En toen vroeg Wilfried mij, waarom zou je het willen? Weet je wel, waarom zou je bij Holland Sport willen werken? Toen zei ik, nou, omdat ik ook wel eens zie dat er iets mislukt. Toen moest hij heel erg lachen. Maar ik vond dat echt de kwaliteit. Ik zeg, want dat betekent dat je een beetje op het randje zit. Ja. Dat je spannende dingen aan het doen bent. En af en toe mislukt het. Oké, dat moet je voor lief nemen. Maar dat betekent dat die dingen die wel lukken, die zijn vaak waanzinnig. En dat beviel me hartstikke goed.
We hadden toen het Holland Sportmuseum. Dat was zo'n wand waar we allemaal reliquieën hadden van oud-sporters. Ja, dat vertelde Matthijs dan vaak. Matthijs vertelde dan het verhaal. Nou, ik deed daar een beetje de research voor. Dus dat was echt, dat vond ik ook heel leuk, weet je, op zoek naar. Er was allemaal een soort spirit in die groep mensen. Ook achter de schermen en ook met de presentatoren. Die ervoor zorgden dat je heel ver ging gewoon. Dat er een soort gekte ontstaat. En daar hou ik dus heel erg van. Van het doordrijven van dingen. Niet drammen bedoel ik, maar het gewoon het tot in het kleinste detail belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld, ik moest dan. We hadden dan op maandagavond de uitzending. En dan was er in het weekend. Kozen we vaak het onderwerp voor dat museum. Dus dan was het bijvoorbeeld het Tata Steel schaaktoernooi. Dat hoogovenstoernooi. Ja. Nou, er moest dan iets over komen. En dan moest ik dan een beetje een origineel verhaal bij zien te vinden binnen 48 uur. En het reliquie. En reed je dan naar Wijk aan Zee? Of soms reed je daarheen als het zin had. Of je ging rondbellen, je ging in archieven kijken. Zoals je dat gewoon research, als je doet als journalist. En altijd op zoek naar iets aparts. Dus toen kwam ik erachter dat Kasparov, als hij daar kwam, dat een hele bijgelovige man was. En dat iedereen daar in dat complex waar hij dan kwam, eigenlijk wist dat hij één gewoonte had, dat als hij binnenkwam één keer per jaar, hing hij altijd zijn jas op het haakje in de kapstok, het derde haakje van links, van dezelfde kapstok. Iedereen wist, als Kasparov komt, moet die kapstok vrij blijven, want als hij zijn jas daar niet contact gaat hij gelijk weer naar huis. Dus dat hoorde ik, dacht dat is wel leuk, weet je wel. Dat geeft ook een beetje de gekte van die schakers aan, weet je wel, wat zich daar allemaal onder die hersenpan afspeelt. Dus dan ga je bellen. En op een gegeven moment krijg je dan de beheerder van die sporthal, waar het zich allemaal afspeelde, waar die kapstok hing, kreeg ik aan de lijn. En ik zeg, ik moet even die kapstok hebben voor vanavond. Ja, zegt die man, dat is geen probleem. Dan rij je even naar de bouwmarkt en dan koop je voor 29,95 koop je zo'n kapstok. Ja. Ik zeg, nee, maar ik moet echt die kapstok hebben. De echte originele. Hij zegt, ja, maar die zit met hele grote betonbouten, zit die in de muur vast. Ik zeg, ja, maakt me niet uit. Ik heb hem niet gevraagd hoe die vast zit. Ik moet hem gewoon hebben. En dan net zo lang etteren. Tof, we dat ding uit de muur hebben. Ja. En dan s'avonds omhoog houden in Holland Sport. Je zou kunnen zeggen, rij gewoon naar de bouwmarkt. Weet je, want niemand ziet dat. Niemand ziet of het echt is of niet. Maar ik geloof dus dat je het wel voelt. Ik denk dus dat het wel belangrijk is dat het de echte is. Dat als jij tegen Matthijs zegt dat het wel echt is? Nee, ook niet. Nee. Dat hoort er helemaal bij gewoon. Ja. Ik heb ook dat hele verhaal aan Matthijs verteld. Welke moeite we hebben gedaan om dat ding. En zo hadden we. Elke maandag hadden we dit spektakel. En ik geloof daar gewoon heel erg in. Dat het echt moet zijn. Ook op de tv, vooral op de tv, waar al zoveel nep is. Vond je televisie meteen leuk? Nee, het is nooit mijn. Ik vond dat heel leuk. Holland Sport vond ik heel leuk. Ik heb wel meer dingen voor tv gedaan, maar het is mijn wereld niet. Nee. Ja, want je bent ook lang eindredacteur geweest. Of gedeeld eindredacteur met Jan Ilenius bij Voetbal International heette het toen nog. Ja. Je stond bij de koffieapparaat. Johan Derks kwam aanlopen. Die zei, we gaan beginnen met het programma. En jij wordt de nieuwe eindredacteur. Ja. En je zei, wanneer gaat het beginnen? Toen zei die maandag. Ja, en ik zei eerst van, wat moet ik dan doen? En toen zei hij, weet ik veel. Je hebt toch wel vaker iets voor de tv gedaan? Ik zeg, ja, maar ja, ik ben nog nooit eindredacteur geweest van een talkshow. Hij zegt, joh, weet je wat, het zal wel geen hogere wiskunde zijn. Kom gewoon een uurtje eerder naar Hilversum en leggen ze het je daar wel uit. Dus ik kwam daar in Hilversum. Ik ging daar natuurlijk een beetje de grote eindredacteur uithangen. En op een gegeven moment moest het programma beginnen. Dus ik doe de deur voor het eerst van mijn leven, doe ik de deur van zo'n edit, van zo'n ruimte open. En daar zaten iets van 20 mensen achter allerlei onbegrijpelijke apparaten mij aan te kijken. Met een gezicht van, nou, vertel maar wat we moeten doen. Ja. Nou, ik had geen idee. Maar we hebben ons er uitgezet. Was het een prettige omgeving om in te werken? Nou, het was één groot gekkenhuis. Maar wel hartstikke leuk. En wat mij natuurlijk aan de gang hield ook, was dat ik al snel in mijn achterhoofd had van, ik ga hierover schrijven. Ja. En dat hebben we ook gedaan. En waar bestond het werk van een eindredacteur uit? Zorgen dat ze geen ruzie krijgen, die drie. Zorgen dat ze een beetje lekker in de vel zaten en dat het niet helemaal uit de hand liep. Dus je bemoeide eigenlijk minder met de inhoud, maar meer met de karakters? Kon je helemaal niet met de inhoud. Nee, het was gewoon een heel atypisch baantje. Kijk, normaal gesproken zet een redactie in lijnen uit. En dan heb je een eindredacteur die daar een beetje boven hangt en dat een beetje controleert. Maar dit was natuurlijk niet te controleren, deze drie mensen. Dus we hebben vrij snel besloten, we zetten gewoon de camera aan en we draaien het helemaal om. Wij gaan gewoon reageren op wat er aan die tafel gebeurt in plaats van andersom. We zien het. We laten gewoon al die tv-wetten, kijk, de helft van die tv-wetten, die kende ik helemaal niet. Ik had geen idee. Dus dat was heel makkelijk om die los te laten, want ik wist ze gewoon niet. En die anderen, die hebben we ook gewoon losgelaten. Dus als Johan iets zei op de tv, in het begin, kan me nog herinneren.
was geloof ik Jan-Willem van Dop, was toen trainer van FC Utrecht. En Johan die riep iets wat Jan-Willem niet beviel. Maar die Jan-Willem die stond geloof ik in Schotland op een tennisbaan. Maar die kreeg van iemand doorgebeld dat Johan Derksen op de Nederlandse tv bezig was om hem af te kraken. Krachtig woord, ja. En die belde toen en, om zijn beklag te doen. En toen zeiden van nou, we verbinden je wel even door. En dan zat je zo live in die uitzending, weet je wel, dat soort dingen deden wij. Dat eigenlijk, dus, het kon niet verder bij Holland Sport vandaan dan het dat. Het was heel anders, dat. Ja. Alhoewel, Holland Sport was ook heel los en improviserend. En daar hebben we ook wel eens... Maar wel voorbereid tot in de treuren. Wel voorbereid, ja. Ja, maar niet ook de presentatoren zelf. Matthijs en Wilfried, die gingen daar heel los mee om, hoor. Dat wel. Maar ja, dat was wel inderdaad iets strakker. Ja, voetbal VI, dat was gewoon losgeslagen. Dat was gewoon, ja... Een chaos die we eigenlijk zelf creëerden of toelieten en waar wij maar op moesten reageren. Met het risico dat het af en toe uit de hand liep. Ja, je zei net, er zit geen lijn in mijn carrière. Je hebt ook niet echt een carrièreplanning gedaan, zo te horen. Nee, dat heb ik niet echt gedaan. Omdat ik, nou, wat ik zei, in het begin, helemaal in het begin van je carrière kan je gewoon helemaal niet voorstellen dat je ooit een boek zult schrijven. En daarna schrijf je een keer een boek. En dat leest niemand, dan kan je je daarna niet voorstellen dat je ooit een boek zal schrijven wat mensen wel gaan lezen. En zo ga je gewoon van stapje tot stapje, weet je wel. En je rolt een beetje door. Ja, je rolt er een beetje in, ja. Eigenlijk, die carrière van mij die is eigenlijk op dezelfde manier verlopen zoals ik zelf die reportages inga. Ik ga gewoon ergens heen, begin gewoon ergens aan en dan gebeuren er dingen. Komt en, vanzelf wat. Ja, je slaat een pad in en dan ben je op weg en dan zie je het wel. Ik heb 11 vragen voor je, de basiself, om je wat beter te leren kennen. Mm-hmm. En het idee is dat je een beetje ongenuanceerd antwoord geeft. De specialiteit van thuis. Ja, heel, heel goed. En daarna krijg je nog alle ruimte en zullen we het nog wat uitgebreider bespreken. Mijn droom was altijd al om sportjournalist te worden. Nou, dat scheelt niet veel. Ik denk vanaf mijn 12e, 13e. Mijn journalistieke voorbeeld is? Gatelies. Het mooiste aan mijn vak is? Het mooiste aan mijn vak is die sporadische momenten. 1-2 keer per jaar dat je achter je computer zit en dat het allemaal vanzelf lijkt te gaan. En dat je klaar bent met tikken en de kamer ongemerkt donker is geworden en dat je terugleest. En dat je dan niet helemaal van schaamte wegkruipt, maar dat je denkt van goh, niet slecht. Mijn grootste professionele blunder tot nu toe is... Ik ben wel eens als verslaggever van de legendarische Zoetermeerskrant in de rust van een korfbalwedstrijd weggegaan in de veronderstelling dat het afgelopen was. En daar heb ik ook 2-0 als eindstand in de krant gezet, wat een krankzinnige eindstand schijnt te zijn voor korfbal. Maar dat heb ik wel gedaan, ja. Het meest ongemakkelijke moment in mijn carrière was? Poeh. Nou, misschien wel mijn allereerste interview ooit met een professionele voetballer. Met Ruud Krol was dat. Dat is denk ik het meest ongemakkelijk geweest. Als ik moet kiezen, is mijn favoriete voetbalclub? Feyenoord. Voor deze speler heb ik een zwak? Chris Kian. Mijn minst favoriete collega van de pers is? Al die gasten van Voetbalzone. Over deze ontwikkeling in de voetbalmedia maak ik me grote zorgen. Nou, dat de deur steeds meer dicht gaat voor journalisten. Mijn mooiste journalistieke prestatie is? Dat ik het al 30 jaar volhaal. En tot slot, dit zou de kers op mijn journalistieke taart zijn. Als ik een telefoontje krijg van van de eerste homoseksuele voetballer die in de top speelt en nu nog actief is en zegt, laat het allemaal maar een keer vertellen op een goede manier. Had je de vragen al ergens voorbij zien komen in een vorige aflevering? Ja. En toen dacht je even nadenken over wat ik had snel antwoorden. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Gatelies noem je als een van jouw helden, ja. Een van je grote voorbeelden, Amerikaanse sportjournalist. Ja. Wat heb je van hem geleerd? Ja, nou, ik heb vooral van hem natuurlijk genoten van zijn stukken. Nou ja, gewoon hoe het moet, hè. Het is altijd goed om een voorbeeld te hebben, iemand die het echt meesterlijk kan. En nou ja, goed, hij huldigt ook het principe van dat je er moet zijn, dat je veel tijd moet doorbrengen met de hoofdpersoon over wie je schrijft of het onderwerp waar je over schrijft. Dus hij noemt het de fine art of hanging around. Dus veel rondhangen gewoon.
Hij is beroemd geworden bij het wat grotere publiek door een verhaal over Frank Sinatra. Hij wordt algemeen gezien als het beste verhaal wat ooit over Frank Sinatra geschreven is. Het is verschenen in Esquire in 1966 volgens mij. Het is in 2000 door Esquire uitgeroepen tot de beste reportage die zij ooit hebben gepubliceerd. Mm-hmm. Het heet Frank Sinatra Has a Cold. Iedereen kan het op internet opzoeken. Het is een fantastische portret van Frank Sinatra, waarbij die iedereen heeft gesproken, behalve Frank Sinatra zelf. En dat is, dat is een aanpak die mij heel erg aanspreekt. Het is ook een kwestie van pikken. Pikt ook heel veel dingen. Wordt beïnvloed door mensen, weet je wel. Je kan gewoon zien in mijn werk op welk moment ik met Marcel van Roosmalen bevriend ben geraakt. Hmm. Ik kan dat zelf wel terugzien. Ik ben wel door hem beïnvloed. Maar hoe gaat het dan? Dan zit je achter je werktafeltje, John Coltrane op, en dan hoor jij in je achterhoofd, dan heb je iets geschreven, dan hoor je iemand iets zeggen en dan denkt, oh ja, dan moet het toch even anders, want die zei dit of die zei dat. Of zijn er dan bepaalde dingen waar je nu meteen aan moet denken van, dat zijn gouden lessen die ik iedere keer weer gebruik of toepas op mijn werk? Bij elk boek wat ik dan maak, is altijd, maak ik dezelfde rondtrekkende bewegingen voordat ik eindelijk op het punt kom waar ik moet zijn. Dus ik begin altijd, hoe het bij mij gaat is, ik krijg een idee, iemand zegt iets. En er kan één zin zijn. En dan denk ik, hey, volgens mij is dat een goed onderwerp voor een boek. Daar ben ik helemaal door gefascineerd. Een paar weken. En dan denk ik, nou, dit wordt zo'n ontzettend goed boek. Dit is in de hele geschiedenis van sinds de uitvinding van de boekdrukkunst is dit nog nooit voorgekomen. Zo euforisch ben ik dan, weet je wel. Ja. Dan ga ik er iets verder in. Dan denk ik, nee, het is een totaal verkeerde keus geweest. Het wordt helemaal niks, weet je wel. Waar ben ik aan begonnen? Dan ga ik heel moeilijk doen daarna. Dan ga ik hele moeilijke constructies verzinnen. Hoe ik dat boek dan ga construeren. En wie... Flashbacks en allemaal. Flashbacks, heel moeilijk allemaal. En dan raak ik na een tijdje ook bedolven onder aantekeningen en ideeën. En dan raak ik een beetje paniekerig gevoel maakt zich van mijn meester. En dan op een gegeven moment kom ik op het punt, dan ga ik gewoon beginnen. Het eerste beste wat me te binnen schiet, tik ik gewoon in. En dan zeg ik tegen mezelf, more or less, van wat ik gewoon moet doen is opschrijven wat ik heb gezien. Dat is eigenlijk wat ik moet doen. Ja. Alleen ik heb eerst die hele martelgang die ik jou nou net beschrijf, heb ik nodig voordat ik op het punt kom dat ik me weer realiseer. Niet zo moeilijk doen. Gewoon schrijf gewoon op wat je hebt gezien. Maar dat is iedere keer weer. Dat is iedere keer weer. Dat is toch een beetje de ezel die zich iedere keer weer aan dezelfde steen stoot. Maar ik denk dat er gaandeweg dat proces, dat hoort gewoon bij. Ik heb erbij neergelegd, laat ik het zo zeggen, dat het bij mij bij hoort. Eerst die worsteling en dat moeilijk doen en dan op een gegeven moment, weet je wel, schrijf het gewoon op wat je hebt gezien. Want jouw motto is ook een beetje topvoetbal om te lachen, toch? Nou, het is een beetje mijn motto geworden omdat ik ben op een gegeven moment een beetje afgeknapt op het voetbal. In de tijd dat ik die Feyenoordkrant volgde. Ik denk zo rond 2000 of zo. Toen begon het me allemaal een beetje tegen te staan. Het interesseerde me ook niet meer. Ik kende de spelers denk ik ook niet meer zo goed, weet je wel. Ik raakte een soort verwijderd ervan. En ik vond het ook allemaal de ontwikkeling in het voetbal niet zo leuk. En ik vond het ook niet leuk dat ik soms in een stadion zat waar 40.000 mensen om me heen zongen Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Terwijl niemand er wat van zei, ik ook niet. Ik dacht, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, wat zit ik hier nou eigenlijk te doen, weet je wel. Dus ik raakte een beetje negatief over het voetbal, raakte er een beetje op afgeknapt. En toen later dacht ik van nee, het ligt gewoon aan mij. Het ligt gewoon aan hoe je het benadert. Ik moet het gewoon niet meer zo serieus benaderen. Ik moet het gewoon zien en beschrijven zoals, ik moet het beschrijven zoals ik het zie. Een gek losgeslagen circus waar je gewoon ontzettend om kan lachen. En sinds ik het zo bekijk ook en het ook zo beschrijf en destijds ook van Johan Derksen de ruimte heb gekregen om het ook in VI op die toon te beschrijven, ja, geniet ik mijn surfen. Kan je geen betere wereld hebben dan het voetbal als je het zo bekijkt. Ja, want die ruimte was voor jou denk ik wel belangrijk, hè? Want Johan Derksen die zei gewoon, ook al schrijf je het op een middag, je gaat de rest van de week op het strand liggen, dat vind ik prima. En als jij de hele nacht door moet werken om het af te krijgen, dan wil ik er ook geen woord over horen. Ja, nee, maar zo was het altijd, dat was niet alleen bij mij, dat was altijd de mentaliteit. Bij VI onder Johan Derksen, het was altijd van, het maakt niet uit hoe je het doet en wanneer je het doet en hoe lang je erover doet. Ik moet gewoon zondagavond een goed verhaal hebben. Ja. En ja, een beetje net als een trainer, weet je wel, geen excuses als je wordt opgesteld, dan moet je gewoon presteren. En geen gelul, weet je wel. Dus. En maar je had ook geen conflicten in die tijd met hem? Ja, in het begin hadden we op de eerste werkdag hadden we even een dingetje. Toen ik mijn column inleverde. Maar dat was heel snel afgelopen. Waar ging het over dan? Nou, hij vroeg mij voor VI. Hij zei op een gegeven moment, jij kan hier wel komen werken. Dus ik zei, nou,
Ik realiseerde me eigenlijk helemaal niet dat ik op zoek was naar een nieuwe baan. Maar maar dan kan je ophouden met al die onzin die je nou aan het doen bent. En dan word jij hier gewoon adjunct hoofdredacteur. Dan kan je over een tijdje op mijn stoel gaan zitten. Want je denkt dan niet dat ik nog 30 jaar deze onzin blijf doen. Bla 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 bla. Weet je wel. Ja. En toen zei en dan moet je ook een column, kan je ook een column schrijven. Dus ik zei van ja, maar ik denk, ik voel me wel vereerd. Want ik had wel ontzag voor het instituut VI natuurlijk. Ja. Net als iedereen heb ik dat natuurlijk vanaf mijn jeugd gelezen. Maar ik zei van ja, ik weet niet of het een goede match is, Johan. Want VI is een hartstikke goed blad, maar wel vrij serieus van toon en zo. Ik niet, die toon. Ik denk dat mijn kijken toon, niet naar. Nee, zo kijk je helemaal niet naar. En ik heb ook helemaal geen zin om er zo naar te kijken. En toen zei hij nee, maar dat is juist goed, een ander toontje. Doe dat maar. Je moet ook een column schrijven. Ik zei, nou, over die column. Ik zei, dat past denk ik helemaal niet. En toen schreef ik columns voor AD Sportwereld. Dat was even zo'n dagelijkse krant. Maar die columns gingen allemaal over hele rare dingen. Dingen die totaal in mijn ogen niet bij VI pasten. Dus toen zei ik tegen Johan, weet je wat, ik stuur even een paar van die columns op. Dan kan je ze even lezen. Kijk, ik denk dat je leuk vindt. Ja, maar ik denk gewoon dat dit niks is voor VI. Nee, maar oké, stuur maar op. Nooit gelezen natuurlijk. Nee. Dus ik dacht van, nou, ik moet wel even de toon zetten bij die eerste column gelijk. Dat ik gelijk weet wat ik aan het doen ben. Dus toen ben ik met mijn grote vriend Marcel van Roosmalen. Toen had je dus net, had Vitesse, had die vogel, die adelaar. Ja. Dat was nog zo'n adelaartje. Ik dacht, ik ga gewoon daarover schrijven, weet je wel. Toen ben ik dus met de gekke van Roosmalen helemaal naar de fucking Arnhem gegaan. Hoe noem je dat? Zo'n man die adelaar... Valkenier. Ja. Valkenier. Bij wie trouwens één oog was uitgepikt door een andere vogel. Dus toen dacht ik al van, dat komt helemaal goed met die column toen ik die man zag. En toen heb ik gewoon, ik dacht, ik ga gewoon daarover schrijven. Ja, toen hebben wij verschrikkelijk gelachen, want die vogel die vloog ook weg en zo, die kwam niet meer terug. Het was een werelddag. Maar goed, toen ik thuis kwam, ging ik die column schrijven. Toen merkte ik overigens wel, vond ik wel een tegenvallen van mezelf, dat ik was toch wel geïntimideerd door het besef dat die column opeens in VI kwam. Dus het lukte ook niet echt. Ik weet dat nog wel. Ik zat echt te worstelen met die. Je moet dan weer even je toon vinden. En die column was ook een andere lengte. Dat is voor columnisten altijd een beetje lastig. Als je altijd bent gewend 800 woorden te schrijven, opeens 500 of andersom. Dus ik was er zelf niet echt tevreden over. Maar goed, ik dacht, het moet maar. Toen liep ik op zondagavond of maandagavond langs het kantoor van Johan. De hele redactie zat vol. En toen... bulderde die over de dingen, zodat iedereen het uiteraard hoorde. Van Egmond! Ja, toen kwam ik binnen. Dan zat hij met dat blaadje, wat is dit? Ik zeg, geen idee. En wat moet ik hiermee? Hij zegt, ik krijg dit terug van die eindredactie. Die snappen er helemaal niks van. Het gaat over een vogel en dit en dat. En we zijn allemaal aan het doen. En... ja joh, ik zeg, dat heb ik nog allemaal aangekondigd. Hij zegt, ja maar... luister, je schrijft nou niet meer voor die rare Feyenoordblaadjes of krantjes. Je bent nou bij VI, weet je wel. Dus je moet je wel aanpassen. Dat hebben we niet afgesproken. Ja, nee, ik zeg, tuurlijk ga ik me ook aanpassen. Daar heb je ook gelijk in. Natuurlijk moet ik me aanpassen. Ik zeg alleen één ding, ga ik niet aanpassen. Dat is die column. Dat heb ik jou namelijk ook al 100 keer verteld dat ik dat niet ga doen. Daarom heb ik ook die columns opgestuurd. Dus dat ga ik absoluut niet aanpassen. Oh, zei hij, nou, dan is meneer heel kort columnist. Ik zeg, nou, sterker nog, dan is meneer heel kort werknemer. Ik zeg, dan kappen we er toch lekker mee. Ik zeg, dan lever ik een computertje weer in. Dan gaan we toch even goede vrienden, weet je wel. Wat maakt mij dan nou uit? Dan gaan we weer wat anders doen. En toen sloeg hij, toen zei hij, ach jongen, neem het nou niet zo serieus wat ik allemaal zeg. Hij zegt, maar doe me een lol volgende week. Even niet over een pratende vogel, maar gewoon over voetbal. En sindsdien hebben we nooit meer last gehad. Maar je hebt eigenlijk, you called his bluff, zeg maar. Dat was het een beetje. Wat zeg je? You called his bluff. Dus probeerde je een beetje op zijn ouderwetse manier te beïnvloeden. Niet eens beïnvloeden, maar ik denk serieus dat ze bij de eindredactie daarboven dachten van, wat is dit voor waanzin, weet je wel. En hij had die column zelf ook helemaal niet gelezen. Want Hij had het over een pratende vogel. Nou, zo gek had ik het ook weer niet gemaakt. Dus dat waren even de inleidende schermutselingen, maar... verder heb ik vind Jan de Derksen de beste hoofdredacteur onder wie ik ooit gewerkt heb. En waar lag het aan? Nou, dat hij altijd voor de... hij ging altijd... de inhoud van het blad stond er voorop. Dat vond ik al heel goed. Hij hield zo goed mogelijk de commercie buiten de deur. Hij verdedigde zijn redacteuren naar buiten toe. Ik heb ook wel eens een stukje geschreven waar de sponsor van VI niet blij mee was. Nou, dan kan je geen betere hoofdredacteur hebben dan Jan Derksen. Want op het moment dat Gillette, wat toch eigenlijk de drijvende kracht financieel achter VI, zowel het blad als het tv-programma was, niet zo blij waren met mijn stukje, werd ik toch een beetje nerveus. Maar toen zei Johan, als het niet bevalt, steken ze die scheermesjes maar in de reet. Jij schrijft gewoon wat je wil. Nou, dat wil je gewoon horen als journalist, weet je, als je een conflictje hebt of een conflict dreigt. Ja.
Het was natuurlijk een hele eigenaardige man, een hele veel eisende man. Een man met heel veel nukken. Ik geloof ook zeker dat zijn aanpak niet bij iedereen heeft gewerkt bij VI. Dat er ook heel veel talent verloren is gegaan. Doordat ze niet bestand zijn tegen die toch wat verouderde managementtechniek. Maar ik vond het... Ik heb me daar als een vis in het water gevoeld. En hij gaf mij alle vrijheid. Weet je wel. Ik mocht mijn eigen rubriek verzinnen. Die vier pagina's, balverliefd heette dat. En dat was echt een beetje buitenspelen. Ik mocht gewoon doen wat ik wilde. Als het maar goed was en op tijd. Dat was wel altijd van, laat nou mensen gewoon doen waar ze het best in zijn. Weet je, kijk, hij had mij, toen ik bijvoorbeeld bij VI kwam, had hij het ook tegen mij kunnen zeggen. Doe jij gewoon elke maandag het wedstrijdverslag, een tactische analyse. Maar dat is niet mijn kracht. Nee. Dat kon Taco van der Velde heel goed. Dus Taco deed dat ook. En ik kon beter iets heel kleins en daar iets van maken. En zo had hij iedereen, Thijs Slegers kon ik best een club volgen. Martijn Krabbenam kon je het best bij Feyenoord neerzetten. En iedereen zat op zijn plek, weet je wel. Proef ook meteen een beetje die Grijpiaanse relativatie, zeg maar. Dat je zei, dan steek je het computertje er lekker in je hol, weet je. Ja. Dat je er ook niet te druk om maakte dat als het niet zou worden, dat je ook niet al je eieren in één mandje had, zeg maar. Nee. Nou, maar dat was denk ik wel een geluk bij een ongeluk. Ben je wel wat ouder, weet je. Kijk, dit had ik niet gedaan toen ik 21 was, hoor. Nee. Want dan was ik gewoon getrinnend als een riet achter mijn computertje gaan zitten en had precies gedaan wat hij wilde. Maar goed, toen was ik al wat ouder en wat meegemaakt. Het was ook niet mijn jeugddroom om daar te werken. Dat scheelt ook, weet je wel. Het is niet zoiets waar ik altijd van gedroomd heb om bij VI te werken. En nu was het zover. Nee, hij had mij gevraagd. Ja. En ik had gezegd wie ik was en hoe het zat. En dus als hij dan zei van ja, dat bevalt me. Ik meen het ook echt. Van, ik was ook gewoon bevriend met hem gebleven, weet je wel. Als hij had gezegd dit werkt niet, wat ik zelf al had voorspeld. Ik had dat helemaal niet zo erg gevonden. Ja. Alleen, nou, het werkte wel. Ik heb daar jaren met heel veel plezier gewerkt. Voor Chris Kian, de speler die je noemde als waarvoor je zwak voor had, daar heb je ook een uitgebreid boek over gemaakt. Ja. Maar je had ook een grote fascinatie voor Louis van Gaal. Nou, fascinatie, ja. Nou goed, Louis van Gaal was gewoon hartstikke fijn om over te schrijven, omdat hij zich zo vreemd gedraagt. Leven Louis van Gaal. Je hoeft maar een uurtje naar hem te kijken en je hebt weer een pagina. Ja, en daar kwam ook je werkwijze weer in terug, hè? Dat je dan gewoon ergens naartoe gaat waar hij was, om dan een beetje te observeren. Nou ja, het is een beetje daar, ook wel een beetje daardoor ontstaan, omdat ik in het begin bij VI rondliep. En op een gegeven moment tegen iemand zei van, waarom hebben we eigenlijk nooit een verhaal over Louis van Gaal? En toen zei diegene van, ja weet je dat niet, we staan op de zwarte lijst. Samen met heel veel anderen, maar wij staan wel bovenaan. VI, daar praat hij al jaren niet mee. En toen zei ik van, ja maar dat lijkt me juist een voordeel. Er komt toch alleen maar onzin uit, weet je wel. Het feit dat iemand niet met je praat, wil er niet zeggen dat je niet over hem kan schrijven. Misschien juist. Er werd toch wel een beetje op gereageerd van, ja, die Van Egmond is niet helemaal goed bij zijn hoofd. We hebben nu iemand in huis, die snapt het niet, weet je wel. En toen zei ik van, nou, ik ga gewoon een keer, ik zal wel eens wat over Van Gaal schrijven gewoon. En toevallig, binnen een hele korte tijd bleek hij zijn Duitse biografie te gaan presenteren in Duitsland op de Frankfurter Buchmesse. Dat is de grootste boekenbeurs van Europa. En daar ben ik toen gewoon heen gereden. En dat was vanaf het begin was dat gewoon één groot feest. Ik ging er gewoon zitten en alles gebeurde gewoon. Het leek wel alsof het voor mij geregisseerd werd. Dus hij werd op een podium geïnterviewd door Sylvie Meis in het Duits. Hij verslikte zich in een snoepje dat Truus had gegeven. Hij kreeg zo'n rood hoofd en stierf bijna op het podium. Nou, dat waren allemaal de eerste 10 minuten. Toen dacht ik al van, als ik dit gewoon goed opschrijf, dan ben ik al 2 pagina's verder. Zo denk je dan. Kan die hele reeks van maken. Toen heeft hij mij nog uitgenodigd ook om met hem mee te gaan naar het hotel. Wat heel opvallend was. Toen heb ik nog heel duidelijk gezegd dat ik voor VI schreef. Maar dat bleek geen probleem te zijn. Dus heb ik ook nog wel even met hem een cappuccino gedronken en gepraat. Is dat ook weer die eenzaamheid, denk je? Dat hij gewoon... Dat weet ik niet. Nou, ik denk dat dat was... Omdat ik kwam daar aan, ik kende hem verder helemaal niet, dus ga je daar gewoon een beetje kijken. Ik ga gewoon altijd als een beetje Jan Lul daar staan, weet je wel. Gewoon dat mensen ook denken van, wat doet die man daar? Op een gegeven moment zien ze je ook niet meer. En ik stond daar gewoon maar een beetje te kijken wat er gebeurde. Maar op een gegeven moment komt dan Truus van Gaal, die praat met iedereen. Dus die begon tegen mij aan te praten wie ik was en wat ik kwam doen. Dus ik zei dat ik helemaal uit Nederland was gekomen. Om naar dit toneelstuk te kijken. En dat, kennelijk had ze dat tegen Louis gezegd. En ik denk dat Van Gaal iets had van... Van Gaal werd toen weggeleid uit dat hele circus. Met cameraploegen erbij en zo. Die werd toen in een auto gezet. En er stonden allemaal mensen omheen om te fotograferen. En ik stond daar zo een beetje naar te kijken. En ik denk dat Truus toen heeft gezegd van... Ach, heb je die zielige jongen weer. Die is helemaal uit Nederland gekomen voor jou. En je hebt hem helemaal niet gesproken. En toen ging dat portier open. En toen riep hij mij. Ik wist helemaal niet dat hij mijn naam kende. En toen zei hij van... Moet jij mij niet hebben? Moet je mij nog spreken?
Nou, eigenlijk niet, maar dat is ook gek om te zeggen. Ja. Dus toen zei hij, ik heb wel genoeg. Nee, liever niet. Stap maar in die auto, zei hij, die Mercedes daar, dat Mercedes-busje. En dan brengen ze je wel naar mijn hotel. Dus daar heb ik even gesproken daar. Nou, daar heb ik daar 4 pagina's over geschreven. En dat viel wel in de smaak bij VI. En toen heb ik me eigenlijk voorgenomen om elke keer als Louis van Gaal in Nederland was, om er gewoon heen te gaan. En daarover te schrijven. En dat heeft toch heel veel stukjes opgeleverd. En dan ging je steeds op diezelfde lullige manier dan maar een beetje staan met je handen in je zak. Overdrijf een beetje, maar ik ging er gewoon heen. Dus Louis van Gaal selecteert de ballenjongens voor het Nederlands elftal op een of ander amateurveld in Zeeland of zo. Nou, dan ga je daarheen. Maar wat voor gevoel sta je daar dan? Voel je je ook een beetje lullig als je daar zo staat? Of heb je dat helemaal niet? Nee, helemaal niet, want ik sta daar natuurlijk professioneel. Ik sta daar gewoon in mijn achterhoofd van... Ik sta daar gewoon mijn werk te doen, natuurlijk. Alleen je ziet het niet aan me. Maar je staat je niet te vervelen soms als er nou helemaal niks gebeurt en dan ben je te... Nee, joh, maar er gebeurt altijd wat met Van Gaal. Er gebeurt altijd wat. Als hij ergens komt, mensen gaan heel raar. Hetzelfde met Johan Cruijff. Ik schreef ook altijd over Johan Cruijff als hij in Nederland was. Probeerde ik bij te zijn. Omdat Cruijff deed wel heel normaal. Dat is een van de gewoonste mensen die ik ooit ontmoet heb. Een van de aardigste ook voor zo'n superster. Alleen mensen om hem heen gaan heel gek doen. En dat is ook heel leuk. Ja. Gaan ze aandacht vragen of gaan gekke dingen zeggen of... Er gebeuren altijd gekke dingen. Of Cruijff gaat zelfs soms ook wel eens gek doen. Krijg je veel reacties van het publiek? Ja, dat wel. Positief, negatief, allebei? Nou, eerlijk gezegd wel meer positief. Ja. Ik krijg wel echt goede reacties op. En soms hele... Ja. Zeker met het boek met Gijp. We hebben me echt verbaasd over wat het... Ja, wat je daarover hoorde, weet je wel, dat er een vrouw naar je toe komt die zegt van... Ja, mijn man heeft dat in de laatste dagen van zijn leven een paar keer gelezen. En ik heb het mee in de kist, hij is daarmee begraven met dat boek. We hebben het boek in de kist gelegd. Of Casper van Eyck, die vertelde dat het het meest gelezen boek was op de afdeling in het ziekenhuis... waar mensen chemotherapie kregen, omdat er wat te lachen viel, weet je wel. Dat het een beetje relativeert. Nou, dat vind ik echt schitterende reacties. En ik heb natuurlijk in het begin, ik heb al iets van 15 boeken of zo geschreven. Dus voor Gijp had ik ook al boeken geschreven. Dat is verder iedereen ontgaan. Daar verkocht je helemaal niks van. En ik heb nu ook meegemaakt dat je van boeken ook heel veel kan verkopen. En ik ben erachter gekomen dat die tweede variant mij het best bevalt. Ja. Dus dan zijn prijzen... Prijzen helpen ook heel erg. Je merkt dat wel. Kijk, ik eerlijk gezegd, ik had nog nooit van die hele NS Publieksprijs gehoord... voordat ik zelf genomineerd was. Dus ik ging er al vrij ontspannen naartoe. Maar later kom je erachter dat het ook echt wel impact heeft. Mensen zien dat ook als een soort bevestiging. Dat het boek heeft een prijs gewonnen. Dat zal wel goed zijn. Dan nemen we het mee. Maar toen we het erover hadden van wat wil je nog graag doen. Dan zei je, ik vind het belangrijk om te kijken of ik de eerste topspeler die homofiel is. Om daar een boek over te schrijven. Waarom gaat dat je zo nauw aan het hart? Nou, het gaat me niet zo nauw aan het hart hoor. Het is niet zo dat ik dat vanuit activistisch oogpunt zeg. Het is meer dat ik denk, dat zeg ik veel meer als schrijver gewoon. Ik denk van er zijn al 10.000 voetbalboeken, van nu helemaal, daar ben ik zelf ook een beetje debet aan, dat er een enorme industrie is van boeken over voetballers. Sommige heel interessant, sommige een stuk minder interessant. En dan kijk je gewoon van wat is er nog niet? Nou, dat is het laatste, of niet het laatste, maar dat is een van de grote taboes in het voetbal, is homoseksualiteit en er vooruitkomen. Ik denk gewoon wat dat betreft heel praktisch. Het is helemaal niet zo dat ik... in de bres spring voor de homorechten of zo. Helemaal niet. Ik zoek gewoon een goed onderwerp voor een boek. Je denkt gewoon dat het interessant is? Ja, het is een goed onderwerp voor een boek. Punt. Ja. Ja, dan, je moet gewoon hopen dat je iemand... zoals Wim Kieft over zijn drugsverleden heeft gepraat. Zo iemand moet je vinden die daarover praat. Denk je dat dat gaat lukken? Nee, ik heb er geen aanwijzingen voor. Maar het zal wel een keer tijd worden. Ja. En het zou ook een enorme doorbraak betekenen. En het zou ook een goed boek opleveren. Want je bent er heilig van overtuigd dat ze er wel zijn, toch? Tuurlijk. Dat weet ik ook, dat ze er zijn. Maar je zou niet zo snel zelf een lijntje uitgooien? Nee, ik zou nooit iemand bellen. Nee, dat zou ik niet snel doen. Nee, dat zou ik dan iets omvloers te doen op de een of andere manier. Dan zou ik zorgen dat ik bij iemand... Als ik zou weten dat iemand daar aan twijfelt of die het zou willen doen... dan zou ik er een beetje contact mee zoeken. Dan zou ik een beetje om me heen gaan hangen. Beetje in de buurt staan. Ja, ja, dat hij zelf een keer op het idee komt van nou, als ik dat dan toch ga doen, dan maar met die gek of zo. Ja, ja. Ik geloof niet zo in die directe aanpak van dit. Ik kan me heel goed voorstellen hoor, dat er niemand komt. Omdat het heel moeilijk is om de eerste te zijn. En omdat je niet weet wat je op je hals haalt en wat de reactie is. En wat het voor je carrière betekent, et cetera, et cetera. Al die Dus ik denk dat de kans heel klein is dat het ooit gebeurt, maar... Als jij nou vraagt van wat zou je nou graag willen doen, wat zou nou zin hebben?
wat zou nou nieuw zijn, dan is dat het, denk ik. Ik heb nog wat headlines voor je. Dat zijn uitspraken van jezelf en koppen die boven artikelen stonden. Nu denk ik, als je zo'n tweede boekje op de markt zou brengen, dat wil dan dus zeggen dat je het echt serieus neemt. Nee, dat wil ik niet. Dat heeft René van der Gijp gezegd, denk ik. Ja. Over dat er geen tweede boek zou komen, maar dat kwam er wel. Ja. Ja, maar zo kan je denk ik van iedereen wel... Ik denk dat je ook een quote kan vinden. Misschien heb je die al van Johan Derksen. Die zegt, er komt geen biografie van mij. Ja. Ja, die komt er ook. Maar zo'n tweede boek, is dat dan ook het commerciële succes wat je dan graag nog een keer wil herhalen? Hoe is het nou gegaan met dat tweede boek? Nou, dat speelt zeker mee. Ik weet niet meer, ik weet dat niet eens meer om met Van der Gijp. Ik weet wel dat we gingen aan het tweede boek beginnen en dat was niet zo'n goed idee. dus we zaten daar tegenover elkaar een beetje om de hete breien heen te brengen. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En toen gebeurde er iets in zijn leven wat vrij dramatisch was. Ja. Nou, niet vrij dramatisch, heel dramatisch was. Toen kreeg ik het boek vaart. Toen heb ik hem gebeld. De moeder van zijn kind overleed plotseling. En toen heb ik gelijk gezegd van, oké, we vergeten dat boek, weet je wel, let it go. En toen zei hij, nee, we gaan door. We moeten gewoon komen, we schrijven het gewoon op. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ja. Dus soms, vaak zo met boeken, ontstaat er een dynamiek terwijl je al bezig bent. Ja. Dan gebeuren er dingen die het boek een hele andere kant op sturen. Kijk, er komt ook omdat je een jaar meeloopt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik wacht daar ook op. Er is niets dapper aan de openhartigheid van Wim Kieft. Dat is een uitspraak van Sjoerd Massou in zijn column. Ja. En hij heeft recentelijk hier gezegd dat hij daar eigenlijk wel spijt van had. Hoe heb jij dat toen ervaren? Nou, dat werd tijd. Nee, hoe ik dat heb... Ja, ik heb me daar ook over verbaasd, over die column. Ik kan me nog wel herinneren. Hij was heel streng over Wim. Hij generaliseerde, als ik het me allemaal nog goed herinner... eigenlijk alle verslaafden, waren allemaal mensen zonder ruggengraat. Dat had hij geloof ik van zijn moeder gehoord. Ja, ik vond het een heel provinciaal stukje. Dat kan me nog herinneren toen ik dat las. Dacht ik, dat vind ik wel echt een stukje van iemand... Ik vond niet bij Sjoerd passen. Het is ook wel goed dat hij erop terug is gekomen. Maar ik dacht wel van, ik vond het een beetje, het leek net iemand die nog nooit met een verslaving van verslaving gehoord had of zo. Hmm. Ik kwam bij toeval laatst mijn eerste stukje tegen, daar word je niet vrolijk van. Nee, dat heb ik gezegd. Ja. Nee, maar dat is ook de bedoeling, dat je daar niet vrolijk van wordt. Als je nog steeds met betraande oogjes gaat zitten kijken naar wat je 10 jaar geschreven hebt, dat betekent dat er geen progressie in zit. Dus als het goed is... verloopt het zo, ja. Word je steeds beter. En ik zal nooit de fout maken om mijn eigen boeken van 10 jaar terug te gaan teruglezen. Schaam je kapot of zo, moet je terugwerken. Dat denk ik wel. Dat hoop ik ook dan, weet je wel. Als dat lukt, dan betekent dat automatisch dat je je vroegere werk niet meer zo goed vindt. Ja. Een einde maken aan de totale overschatting van de quote. Vooral in de sportjournalistiek, dat is nu wel een levensdoel van mij geworden. Een levensdoel. Ja, dat zei je in de Trouw, maart 2017. Jezus. Nou, dat is allemaal heel erg overdreven dan. Maar ik heb het net al gezegd. Ik vind dat de voetbaljournalistiek, die quote, vind ik zo'n totale overschatting. Niet alleen geschreven, maar ook op de tv. Ik kan me nog herinneren dat we toen een deeltje hadden gemaakt met KNVB-TV of zo. Die hadden dan af en toe wel eens wat trainingsbeelden van Nederlands elftal. En dat Jan Helenius dan een hele ochtend was bezig geweest met het lospeuteren van een paar quotejes van zijn voetballer. En dan kwam hij na 4 uur bellen, kwam hij helemaal opgetogen bij me. Hij zei, nou, vanavond kunnen we even een quote van de Huntelaar laten zien. Ik nou, uitzend. Ik zei, ja, mooi. Ik zei, en wat zegt hij? Ja, niks. Ik zei, ja, maar waarvoor zenden we het dan uit? Hij zegt, ja, nou, het is toch Huntelaar. Nou, wat ik heel goed snap, hoor, vanuit zijn standpunt. Want alle kijkersonderzoeken wijzen uit dat mensen dat willen. Voetballers in beeld, ook al zeggen ze niks. Maar ik vind dat het gewoon een krankzinnige redenering. Ja. Iemand van wie je zeker weet dat hij niks interessant zegt, daar zoveel moeite voor doen en daar een miljoen kijkers mee lastigvallen, dat vind ik gewoon heel vreemd. En ook dat gehengel naar die quotes van voetballers. Af en toe loopt het gewoon helemaal uit de hand, weet je wel. Het wordt ook een beetje als wisselgeld gebruikt, als je begrijpt wat ik bedoel. Terwijl als je gewoon geen quotes wil. Ik ben wel eens met Nederland zelf dan mee geweest naar Indonesië en China. En toen kwam ik op de luchthaven en toen zei Kees Jansma, ja, die was toen perschef, die zei, ja, zeg het maar, wie wil jij spreken? Ik zeg, niemand. En toen zei hij, ja, nee, maar je gaat dan met Nederland zelf, ik kan Wesley Sneijder voor je regelen. Ik zeg, ja, moet je niet aan denken. Of Robin van Persie, ik zeg, nee, ik hoef niemand te spreken. En toen merkte ik al, dan worden ze toch een beetje nerveus van, want dan denken ze, dat hebben we niet in de hand. Ja, we gaan het doen, ja. Ja, want als je namelijk zegt van, ik wil Wesley Sneijder spreken en hij regelt het, als je dan iets wat hem doet wat hem niet bevalt, kan hij zeggen van, hé, als jij niet normaal doet, dan
mag je wegzien snijden niet spreken. Dus dat bedoel ik een beetje met wisselgeld. Ja. Terwijl als je een soort tactiekje hebt ontwikkeld waarin je dan helemaal niet meer afhankelijk bent van die quotes. En ik, ook helemaal niet, ik was er ook helemaal niet in geïnteresseerd. Ik zou ook helemaal niet weten wat ik hem zou moeten vragen. Dan, ja, dan ben je iets vrijer in wat je kan doen. Alleen je moet wel in de buurt kunnen komen van mensen. En dat is een beetje, dat was jouw andere vraag in die serie, van waar maak je je zorgen over? Kijk, als de deur echt helemaal dicht gaat en je ziet die mensen nooit meer, je kan ze niet meer zien zelfs, letterlijk, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Ja, en je moet een beetje het vertrouwen hebben dat er wel wat gaat komen. Er komt altijd wat. Je hebt nooit dat je naar je scherm zat te staren. Ja, tuurlijk wel. Je zit altijd radeloos voor je naar je scherm te staren. Het is altijd een hel, zo'n wit velletje. Het is altijd verschrikkelijk. Je moet altijd weer opnieuw beginnen. Maar je weet wel, er komt altijd wat. Er is nog nooit een VI verschenen met een witte pagina. En ook nog een krant. Dus er komt altijd iets. Wat is je favoriete vraag om te stellen? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja, gewoon, ik probeer altijd gewoon een gesprek te voeren met mensen. Gewoon zoals je... Ik probeer altijd de klassieke setting tegenover elkaar gaan zitten. Bandje, cassette recordertje in het midden. Mannetje A vraagt wat. Mannetje B geeft antwoord. Mannetje A vraagt weer wat. Dat probeer ik altijd te vermijden. Hmm. Ik praat natuurlijk wel met mensen, want anders kan ik die boeken niet vullen. Maar ik probeer dat altijd zo achterloos mogelijk te doen eigenlijk. Dus in de auto. Ik praat het liefst in de auto bijvoorbeeld. Of met Rob veel in het vliegtuig. Dat is eigenlijk al te formeel, deze setting. Ja, zeg maar. Nou ja, dit gaat wel. Ik voel me heel. We zitten heel relaxed. Ik probeer altijd gewoon het hele idee van dat we met een boek bezig zijn weg te nemen bij mensen. Hmm. Ik probeer ook zo min mogelijk aantekeningen te maken en zo. Omdat het verstoort. Maar ik probeer zo min mogelijk de natuurlijke gang van zaken te verstoren. En dat zou je bijvoorbeeld al doen door. Kijk, als ik jou zou interviewen een uur lang voor zo'n boek. En ik zit de hele tijd bij bepaalde zinnetjes die jij uitspreekt. Pak ik opeens en begin ik dat zo op te schrijven. Dan denk jij, of je denkt bij jezelf, ik ben heel interessant. Dat vindt hij dus interessant wat ik zeg, dus daar ga ik nog even op door. Ja. Of je denkt bij jezelf, al die keren dat hij niet opschrijft, vindt hij het zeker gelul. Je gaat van alles in je hoofd. Ja. Onthoud je het dan allemaal wat iemand zegt? En soms neem je het op. Dan doe je telefoon in je zak en dan draait hij mee. Nee, leg die telefoon gewoon neer, maar dat vergeten mensen natuurlijk. Ja. Of je neemt het op. Kijk, als je 3 uur met elkaar in de auto zit, of je rijdt van Pisa naar, weet ik veel waar we heen, naar Milaan. Dan zit je gewoon 5 uur in de auto en zet ik gewoon dat ding aan. Ik luister dat eigenlijk nooit meer terug hoor, maar als een soort backup. Heel vaak, je zit dan met mensen te praten en dan heel vaak zeggen ze iets en dat onthoud ik dan wel. En dan kom ik er later op terug. Ja. Dan zeg ik van, jij zei toen dat en hoe zit dat precies? En zo een beetje, weet je wel. Heb ik nog kansen laten liggen in dit gesprek? Ongelooflijk veel kansen. Nee joh, nee volgens mij niet. De hele doopcel is gelicht man. Ja. Iedereen weet alles. Nee, ik geloof het niet. Ik vond het hartstikke leuk. Mooi. Dan, we hebben het niet over geld gehad, bevalt me ook wel. Nee, ja, ik dacht na 2 minuten zou ik het er nu in gooien. Van harte feliciteren, je bent werkelijk de allereerste die dat niet heeft gedaan. Nou, die steek ik in mijn zak. Ja. Blijft er nog één schone taak over. Oh ja. En dat je jezelf mag toevoegen aan het, de galerij, de kopstukken. Nou, zegt, moet kijken. En, ja, kan ze koken? Dat meisje, kan ze koken? Ja, ze kan heel lekker koken. Chileens. Lekkere foto ook uitgezocht, zie ik. Je hebt er thuis al over nagedacht, denk ik dan, hè? Ik zet er gewoon mijn levensmotto op. Wel heel officieel worden zo in die stilte. Iedereen van de podcast haakt nu af op dit moment. Ik weet niet of ik het kan lezen. Wil je daar nog wat over zeggen, over je podcast? Top podcast, moet iedereen naar luisteren. Dik voor elkaar show, met CK. Je weet niet wat je hoort, zo goed is dat. Soms ben je de duif, soms ben je het standbeeld. Ja. Nou, dat wil ik nog toch nog een klein stukje duiding. Soms word je ondergescheten en soms schijt jij iemand onder. Soms zit het mee, soms zit het tegen. En dat is de rode lijn. Dat is het leven. Geluk hebben. En soms heb je geluk en soms heb je even pech. Michel van Egmond, hartelijk dank. Jo.